Hey Jack, ja, enorme dompen weer. Ja, dat is duidelijk. Het is duidelijk, zeker als je in de slotfase op deze manier de wedstrijd weer verliest, dacht ik dat de gifbeker leeg was, maar dat is dus nog niet. Rens, zoveel te dompen dit seizoen, waar lag het volgens jou aan? De hele slechte is de helft. Ja, de eerste kwartier, 20 minuten waren ze al 4-5 keer voor Van Duin gekomen. Ja, ik denk dat we de hele eerste helft afgeblust zijn naar Eindhoven. Verschrikkelijk om te zeggen, alleen ik denk wel dat de conclusie was in de eerste helft. Ja. Eindhoven, veel lopende mensen. In het begin kwamen ze een paar keer gevaarlijk voor Van Duin. Waar lag dat aan volgens jou? Nou ja, dat weet je. En probeerden in ieder geval zo snel als mogelijk de lange bal te spelen. En dat is hun goed recht. Want ze hebben snelle spelers voorop. Ze hebben jongens die een bal vast kunnen houden. Ja, daar hadden we veel moeite mee. Dan moet je proberen om voorop de bal wat sneller eruit te halen. Mede daarom hebben we ook een paar wissels doorgevoerd. Om dat in de tweede helft gewoon beter te doen. Meer druk op hun centrale duo. Ja, dan komen ze niet aan het voetballen toe. Dan krijg je waarschijnlijk de bal van de keeper. En dan kan je de bal veroveren op het veld ergens rond de middenlijn. En dan heb je ook dat probleem niet steeds rond je eigen 16. Toen kreeg je de wedstrijd in handen, vond ik, tweede helft. Ja, dat vond dat we wel fris uit de kleedkamer kwamen. En eigenlijk meteen al met de kans van Okita. 1-1 met de keeper die dan op de lat nog overgaat. Daarna het doelpunt van Mike en de penalty veroorzaakt door Ole. En ja, dan moet je eigenlijk proberen die wedstrijd te gaan controleren. Dat lukt niet, want we kunnen niet naar 3-1 en we geven een onnodige penalty zelf weg. En dan is het weer 2-2 en is alles weer open. Tweede helft ging het goed, volgens mij iets meer druk vooruit dat ze een lange bal niet konden geven. Kom je 2-1 voor? Ja, eens. Ik denk dat je goed de startblok uitkomt, waaronder je een aantal kansen krijgt die ook afmaakt. Op dat moment roept elkaar, we houden hetzelfde vast en dan is het verval weer groot. Ja, want toen had ik het idee eigenlijk dat NEC de wedstrijd wel in handen had. Ja, zo voelt het ook vanuit het veld. Ik denk dat wij fel en agressief beginnen, waardoor je Eindhoven niet de kans geeft. En dat deed zij eigenlijk bij ons wel de eerste helft. En uiteindelijk rechtje de rug, alleen hij is niet voldoende gebleken. Ja, want hij kwam ook nog eens, eerst kwam hij binnendoor. Red Van Duin nog goed en dan in de rebound die penalty. Hoe zag jij dat? Zo zag ik het ook. Verkeerde aanname bij Robin volgens mij. Ja, weet je, op de middenlijn hebben we eigenlijk de kans om 3-1 te komen en verliest Ferdy volgens mij het duel. Ja, en uit die omschakeling ontstaat de penalty. En uit de 3-2, ik weet niet of dat het heel snel elkaar opvolgde, maar ja, we krijgen met Ferdy de grote kans op 3-2 vanuit die vrije trap, hè, vrij van goal. En die maken we niet en een minuut later ligt hij aan de andere kant wel erin. En dan komt hij weer binnendoor. Dat moet vreselijk voor jou zijn dat je maatje hem eigenlijk binnendoor laat komen. Goede redding van Van Duin. En hoe zag jij die penalty die daar op volgde? Ik denk dat we daarin minder risico hadden moeten nemen en uit het stadion moeten rossen. Alleen op dat moment is de keuze die gemaakt wordt. Hoe ik het uit het veld beleefde was hij vrij licht. Alleen de scheidsrechter geeft hem. Dan is 2-2, dan is uiteindelijk nog steeds niks aan de hand. Dan heb je nog zelf mogelijkheden om terug te keren. Alleen uiteindelijk valt hij in ons eigen netje. Ja, dan had NEC nog een kans op 3-2 met Druijf. Volgens mij was dat 3-1 de kopbal, bedoel je, denk ik. Ja, volgens mij was dat de 3-1. Ja, kijk, natuurlijk had hij dat beter kunnen doen. Zulke ballen zijn lastig. Alleen wil niet zeggen dat je daardoor automatisch de wedstrijd verliest. Maak je druk om het voetbal? Nou ja, kijk, weet je, we hebben 2 weken goed gewerkt, prima gewerkt. We hebben allemaal een goed gevoel. En we weten ook dat je in dit soort wedstrijden dan resultaat moet halen. Ja, daar zag ik vandaag eerlijk gezegd weinig van terug. En ik ben daar nu niet achter hoe dat komt. Ik heb echt allemaal een goed gevoel over deze wedstrijd. En dan blijkt toch als we tussen de lijnen komen dat er iets blokkeert. Nou, dan verlies je weer een wedstrijd, ja, zonder nou in de negatieve spiraal te gaan. Maar het is eigenlijk NEC onwaardig, 4e wedstrijd achter elkaar. Er valt weinig aan toe te voegen. Ik denk dat op het moment frustrerend is om iets met NEC te maken te hebben. Nou, hoe ga jij als aanvoerder daarmee om nu de komende week? Ik denk dat het zaak is voor ons om toch bij elkaar te blijven waar mogelijk. We moeten door en Ben jij dan iemand die praat met je medespelers de komende week weer?
Weet je, ik denk ook dat er weinig uiteindelijk gezegd hoeft te worden. Ik denk dat iedereen beseft in welke situatie we zitten. En dat hebben we vaker gezegd. Alleen, op dit moment sta je ook als aanvoerder met je mond vol tanden. Het is beschamend en dan moet je met de billen bloot. En dan moeten we toch weer door? We hebben geen andere optie. Okay. Bedankt voor je tijd. Ja, en als je iets meer spirit hebt, dan kom je zomaar op 2-1. Hoe denk je erover dat het zo dicht bij elkaar ligt? Goed, dat is de eerste divisie. Dat ligt dicht bij elkaar. Alleen je moet de wedstrijden beslissen, dan ben je klaar. Kijk, als je 3-1 kan maken, ben je klaar. Ik denk dat we de tweede helft hebben laten zien dat kan. Alleen individuele fouten die beslissen de wedstrijd weer. En dat is toch weer mentaal een keiharde beuk. Oké, dankjewel voor je tijd. Succes.